9 maanden hebben Brian de Kroon en Yves Harloos gewerkt aan de fluisterrondvaartboot voor Bolzwart. En donderdagmiddag werd hij afgemeerd aan de opstapplaats naast het stadhuis. Eigenlijk zijn ze dan een beetje als hun kindje gaan beschouwen na zoveel maanden bouwen. En vooral ook omdat ze veel eigen inbreng hadden. De leerlingen van de opleiding scheeps- en metaalbewerker van ROC de Friese Poort vonden het een enorme buitenkans om dit project uit te mogen voeren. Brian de Kroon en Ivar Loos, vierdejaars leerlingen watersportindustrie op ROC de Friese Poort, brachten donderdagmiddag de nieuwe rondvaartboot naar Bolzwart. Hoe was deze opdracht? Ja, dat was wel een buitenkansje voor ons. Ja, zeker een uitdaging. En, het was een heel leuk project. Zeker omdat we bijna alles zelf mochten bepalen. En, we hadden een budget en daar moesten we ons aan houden. En het is als casco binnengekomen en jullie hebben dus helemaal zelf in elkaar gelast en gebouwd. En... Als snijpakket, echt gewoon losse platen, zeg maar. En die hebben we zelf helemaal in elkaar moeten lassen en slijpen voordat we verder gingen, zeg maar. En nou ligt hij in Bolzwart aan de aanlegstijger waar hij komt te liggen. Wat voor gevoel overheerst er nu? Jammer dat je hem weg moet geven, hè? Voelt als je eigen bootje. Ja, helemaal zelf gebouwd, helemaal ook deels eigen smaak erin, erin gezet, zeg maar. Ja, het is een beetje dubbel. We zijn ook blij dat hij eigenlijk wel af is. Je bent er al een heel jaar bijna mee bezig geweest en je bent ook wel gewoon blij dat hij klaar is. En van het zomer, als hij echt gaat varen, ga je een ritje meemaken in Bolzwart? Dat gaan we zeker wel doen. Zeker kijken hoe hun ermee varen, zeg maar. Hierbij dopen wij Oliekoek. En wensen haar een behouden vaart. Hey! We zitten aan boord van de Oliekoek. Hoe voelt dat nou? Ja, hartstikke mooi. Hè? Ik bedoel, iedereen kan het zien. Het is zo'n prachtige mooi boot. We hadden een werkboot besteld. En als je dan ziet wat het uiteindelijk geworden is. Ja, dankzij die twee leerlingen en dankzij de Friese Poort. Ja, want je hebt volgens mij echt troffen met deze jongens, hè? Ja, deze jongen die het er zo'n ochtend had. Dat zien hoeveel uren die erin staken en hoeveel enthousiasme. En vooral dat zelf ontwikkelen en zelf doordenken. Dat was voor mijn gevoel uniek. Hoeveel mensen krijgen ze gemiddeld per jaar aan boord en door de grachten van de stad? Nou, opteld hebben we het nooit. Maar ik denk dat wij toch wel op 1.500-2.000 toeristen zitten per jaar. Ja, inclusief gezelschappen. En nou met de hemel moeten we voor alle volksdansgroepen moeten we weer varen. Maar ook het hemelcomité zelf heeft ook een activiteit waarvan één van die activiteiten is rondvaarten door de grachten. Ja, het unieke van die rondvaartboot is in vraag geen entreegeld. Men mag aan boord stappen en aflopen een vrijwillige bijdrage. Maar er wordt wel eens uit, ach man, ze kunnen met gemak 2-3 euro vragen voor zo'n ritje door de stad. Nou, bij de andere plaatsen in Nederland zie, daar is het nergens beneden de 7,50. Maar zie, wij verwachten niet, het woord gratis moet niet verteld worden, want dat is niet eerlijk. Wij hebben zoveel hoge kosten, dat zou niet kunnen. Maar wij verwachten een vrije gift en uiteindelijk is een mens zelf baas wat hij ons geeft. En ja, je hem kennen samen met wat subsidie het goed bedrijven, zeg maar. Nee, als we één keer varen, hebben we geen hulp meer nodig van derden. Nee hoor, dan redden we het. Het is een elektrische boot worden. Dat zou wennen moeten, want voor mij moest je hem voorheen over die motor heen schreeuwen. En dat hoeft nou niet meer. Ja, ik ben een van de praters. Ik verwacht dat ik het makkelijker krijg. Ja, inderdaad. Nou, ik wens u een behouden vaart, zeggen ze dan, hè? Ja, dankjewel. Tot ziens.